Dit is weer een nieuwe aflevering van Je valt erop. En we zijn weer bij dierenasiel Lotenbloemen. En we gaan weer kijken of we een leuke hond en een kat vinden. Welke kat is dit allemaal? Een van de zoveel uit de Tollestraat. We hebben de laatste weken ontzettend veel katten uit één straat binnengekregen. Heel raar. Ja, dit is ook een zwerver. We weten er voor de rest niks vanaf. En het is een gecastreerde kater. Een naam heeft hij ook nog niet. Het is wel een hele lieve kat. Hij is in het begin een beetje terughoudend. Maar als jij zegt, we krijgen heel veel katten binnen uit de Tollestraat, komen ze dan via de dierenambulance? Ja. Dus... Maar het is heel frappant, 6 in 1 week. Heb je het idee dat er iemand daar de katten zit te verzamelen? Ja, ik denk het. Dat hij er te veel hebt en dat hij dan de voordeur openzet. Ja, of gewoon andere katten. Ja. Kan ook een kattenhater zijn die denkt, ik vang hem en ik geef hem mee. Ja, dat kan ook nog. Maar 6 in 1 week uit 1 straat, dat is niet normaal. Nee, daarom. Ja, nee. Daar zet je wel gelijk je vraagtekens bij. Ja, ik hoop dat hij goed thuis bent, want dat verdient deze kat wel. Dus ja, je hebt best kans dat ze gewoon een huisje hebben. Ik vermoed van wel, ze zien er allemaal goed doorvoed uit. Ja, daar maak je niks aan. De vacht ziet er goed uit. Dit was een meisje? Een gecastreerde kater. Ik heb niet goed geluisterd. Ja, bijna goed, hè. Hoe oud was die ongeveer geschat? Ja, 1 of 3. Deze kat ziet er nog heel goed uit en hij is al gecastreerd. Bent u geïnteresseerd in deze kat? Neem dan contact op met het asiel op nummer 078 613 79 02. Hoe heet deze hond, oma? Rex. Ja, kom uit de regen, Rex. Rex is behoorlijk levendig. Ja, dat voor de leeftijd van 8 jaar. 8 jaar. Zou je niet zeggen dat hij 8 jaar is? Kom eens. Hij is ook vriendelijk. Hij is als zwerver hier ook binnengekomen. Ja? En we zijn er wel achter. Hij kan absoluut niet meer andere honden en niet meer katten. Hallo. En hij zit hier alweer een tijdje. Ja, het is ook een lompe hond er zit. Ja, het zou een goede hond zijn, zo lekker van buiten op een boerderij. Hè. Lekker waken. Of een hele grote tuin, dat hij lekker caravot de hele dag. Gewoon lekker de hele dag bezig zijn. Ja, geen binnenhond. Nou, als je hem al... Zo, dat was je kop. Maar als je hem al... als je hem alleen thuis hebt, de hond. Hij zou een goede baas voor zijn eigen alleen hebben. Dan heb je er een hele goede hond aan. Want we hebben hem wel eens voor in het kantoor liggen. En dan gaat hij lekker op zijn deken lang uit liggen kroelen. Dat vindt hij heerlijk. Hoe heet ze die ook alweer? Rex. Rex. En 8 jaar. Het is wel een liefertje. Ja, ja. Hey. Hij is lief, hè? Je hebt uitgeraasd. Ja. Het is lekker, hè? Nou ja, dus geen katten. Geen kleine kinderen is die ook dan te lomp voor. Ja, een andere hond is die erg dominant mee. Ze wil gewoon echt de boel beschermen en dat zijn terrein is. Ja. Hij heeft echt wel lekker de ruimte nodig, dat wel. Nou. Dit was weer een aflevering van Je valt erop. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en de volgende keer weer kijken. Dag! Hey!